Lief dagboek, ik zit in een hele leuke groep, maar er zitten wel heel veel verschillen in de klas. Je hebt bijvoorbeeld de populaire kinderen, de tutjes, de slimmerikken en de grappenmakers. Van de mummy. Ingewikkeld, hè? Maar ook de kletsers, die altijd alles over iedereen weten. En als zij het weten, dan weet meteen de hele school het. Verder heb ik een hele lieve juf die alles goed doet voor iedereen. Oh, wat heb ik toch een fijne klas. Hé, heb je het gehoord? De juf is in het weekend dronken voor de trap al gevallen. En weet je dat naar het ziekenhuis gebracht? Hé, jongens, dat hoorde ik. Het ging niet over uw juf, het ging over een andere juf. Echt niet. En dan heb je mij nog, het buitenbeentje. Hé, heb je de nieuwe plaat van Shawn Mendes al gehoord? Ja, die is super vet. Ja, Shawn Mendes is echt knap. Echt een lekker ding. Als je de fluxatie uitrekent, krijg je 2 kwadraat. Dat heb je goed opgemerkt, Mr. Einstein. Vergelijk jij mij nou met Einstein? Dank je wel. Die zijn slim. Trek eens aan mijn vinger. En, kennen jullie die mop van die blinde timmerman? Nee. Die slaat nergens op. Die was... Er komt binnenkort een nieuwe jongen op school. Heb je al een vet verhaal over hem? Ja, waar we over kunnen roddelen. Nou, ik heb gehoord dat hij net zo raar is als Lizzie. Ja, die is helemaal goed. Oh my god, kijk, dit is de nieuwe Fanta aardbeidsmaak. Sinds ik die opdoe, komen jongens gewoon achter me aan. Serieus, waar heb je die van? Nou, kijk. OMG. Kijk mijn nieuwe parfum, Ariana Grande parfum. €50, ik koop je bij de Douglas. Oh my god, moet je dat zien? Oh, jij bent zo knap. I know. Misschien is het door mij geboren. Nee joh, het is Maybelline. Maar wie is er nou eigenlijk raar? Ik, omdat ik anders ben? Of zou het zijn, als ik met Mia was, dat die andere de rare zou zijn? Ik weet het niet. Ik zal er nog wel achter komen. Wat is deze? Deze som is alleen voor de hele slimme. Wie zou dit willen proberen? Ik weet het! Huh? Jullie? Ja! Een antwoord! Jongen. Juf, dat is super makkelijk. Ik had al gedacht dat jullie het wisten. En dus de kwadraat van 316 minus de wortel. Ja, dat had ik al verwacht. Dat is goed. Zo, die zijn echt slim. Ik denk dat het tijd is om te kijken bij wie ik eigenlijk hoor. Ik probeer het eerst bij de populaire meisjes. Ja, inderdaad. Oh, ik wilde meedoen met jullie. Ken jij Musical.ly? Nog niet, maar jullie gaan vast en zeker vertellen wat het is. Oké. Je doet het helemaal verkeerd. Ja, maar ik ken het helemaal niet. Heb je ook iets van Elvis Presley? Elvis wie? Elvis Presley. Die heeft supergoeie muziek. Volgens mij is die fan al dood, hoor. Ja, dus? Oh, je bent zo 1950. Ja, inderdaad. Misschien kun je beter gaan. Oké. En toen probeerde ik het bij de tutjes. Ja, ik kom ook een keer voor. Uit. Ik weet niet of je door hebt, maar je ziet er echt niet uit. Je lijkt net een clown. Hoezo? Dit ziet er toch mooi uit? Doei! En toen probeerde ik het bij de slimmerikken. Dus de conclusie is dat Lizzie, wat doe jij hier? Nou, ik wou gewoon even meedoen. Lizzie? Jij? Maar je snapt er toch helemaal geen ene bal van? Ik mag het toch proberen? Oh ja? Vertel me dan eens het kwadraat van 28, want bij jou moeten we makkelijk beginnen. Ja, vertel eens. Wat is een spagaat? Hij zei kwadraat. Ja, muts. Oh, nou, dan ga ik naar. Bij de slimmerikken was het ook al geen succes. Dan maar naar de grappenmakers. Trek hem maar! Oh, dat moeten we echt in onze comedy show stoppen. Comedy show? Wat leuk! Was jij hier? Ja, inderdaad. Nou, ik wil weten of ik mee kan doen. Lijkt me wel leuk. Maar je bent niet eens grappig. Jou mee laten doen, dat is zeker een grapje. Wacht, laten we eens proberen. Maak ons maar eens een keer aan het lachen. Wat doe je als je hond in het water springt? Wacht tot hij terug zwemt natuurlijk. niet grappig? Oké. Okay. Doei! Dag! Boek. Snap je? Dag. Dat is goed. Dat is goed.
Jongens, even jullie aandacht. En dat was het moment dat we een nieuwe jongen in de klas kregen. Ja, kom maar binnen hoor. Hoi. Hij was eigenlijk best wel leuk. Welkom in onze klas. Johnny was het, hè? Nee, Johnny. Als een Johnny Cash. Als een Johnny Cash. En hij kwam naast mij zitten, omdat er nog niemand naast mij zat. Hi, ik ben Johnny. Hi, ik ben Lizzie. Johnny en ik werden goede vrienden van elkaar. We vonden dezelfde dingen leuk. Nu 5 jaar. De volgende dag op school hadden ze iets heel gemeens gedaan. Ze hadden onze naam op het bord gezet, met een hartje erbij. Wie heeft dit op het bord gezet? Jullie weer, hè? Het is altijd hetzelfde met jullie. Maar Johnny en Lizzie zijn toch gewoon een stelletje? Ja, ze plakken altijd aan elkaar. Ja, dus? Jullie zitten toch ook altijd bij elkaar? Wil toch ook niet zeggen dat jullie verliefd zijn? Maar juf, ze passen toch heel goed bij elkaar? Ze zijn allebei knettergek. En jullie zijn allemaal make-up-tutjes. Wat? Wij? En dan heb ik het nog niet eens gehad over die grappenmakers die daarachter zitten. Huh? Heb je het tegen ons? Nee, zelf tegen de kerstman. Nou goed. Nou, jullie grappen zijn wel van een heel laag niveau. Oh ja, we hebben ook nog de slimmerikken. Dat zijn jullie. Maar wij zijn geweldig, hè, juf? Ja, jullie zijn heel populair. Waarom doen jullie nou eigenlijk zo stom tegen ons? We zijn toch heel normaal? Misschien zijn jullie nog wel het normaalst van dit hele stijl. Nee. Daar had de juf zo goed te pakken. Ze wist precies te vertellen hoe iedereen in elkaar zat. En omdat we allemaal mooi, gek en slim zijn, hebben we vanaf nu een afspraak. Oh ja? Wat dan? Vanaf vandaag starten we de WW. De WW? Ja, de Witte Woensdag. Dan zijn we allemaal hetzelfde. Dat was eigenlijk een heel goed idee van de juf. Sinds Witte Woensdag was het veel gezelliger in onze klas. We dachten niet meer in hokjes, we deden gewoon normaal tegen elkaar. Ach, diep van binnen is iedereen een beetje gek, toch?